Historische grond. Op de KMA leiden wij al officieren op sinds 1828. En we doen dat voor de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee. En om u een idee te geven, wij leiden jaarlijks zo'n 350 jonge mannen en vrouwen op tot het vak van officier. En dat doen we omdat de krijgsmacht jonge mensen nodig heeft. En omdat de krijgsmacht ook vandaag op meer dan 20 plekken in de wereld daadwerkelijk is ingezet. En dat is de link naar u. Want als veteraan heeft u ook recent of in het verdere verleden uw bijdrage geleverd aan de krijgsmacht en daarmee indirect aan Nederland. En de waardering voor uw inzet, die krijgt steeds meer gestalte. Want de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag wordt steeds groter, mooier, bekender. En ook de decentrale Veteranendagen, zoals hier in Breda, nu al voor de 9e keer, dragen bij aan die waardering voor wat u hebt gedaan in het recente of verdere verleden. Vandaar deze dag. Ik ben vereerd dat u hier in deze aantallen ook bent. En het programma wat we voor u hebben, dat begint dadelijk met een prachtig stuk muziek van de vervaren brede wapens. En voor een aantal van u krijgt het een vervolg in het defilé. Wat als het goed is ook misschien wel door de burgemeester en in ieder geval door de adjudant Dekkers, mijn stafadjudant en mij zal worden afgenomen. Ik wens u een genoeglijke dag en veel plezier bij het muzikale optreden. Dank u wel.